Ja, en hiermee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze Veronica-avond. Morgen zien we je natuurlijk terug, want wie wil er nou de voetbalwedstrijd Nederland-Duitsland missen? De aftrap is om 8 uur en de nabeschouwing om 5 minuten over 10. Nu kun je nog kijken naar Floortje Dessing met Tracks. En wie echt niet kan slapen, kan de hele nacht nog luisteren naar Hit Radio Veronica. Tracks is sponsored by Pepsi. Vandaag dinsdag 23 april en dat betekent nog precies 1 week en dan is het Koninginnedag. Yes! Nou, deze datum heeft natuurlijk weer veel betekenis voor de geschiedenis van deze planeet. Want vandaag is het de geboortedag van William Shakespeare. Hij werd in 1564 alweer door zijn moeder op aarde geworpen en in 1616 verliet hij diezelfde aarde ook weer. Triest nou op zijn eigen verjaardag. Qua muziek, vandaag in 1983 was David Bowie de nummer 1 met Let's Dance. David Bowie hield het 2 weken vol op nummer 1 en de plaat heeft in totaal 11 weken in de hitparade gestaan. Nou, ik zei het al, het is vandaag 23 april 1996 en vandaag krijg je van ons een update in de world van World Wide Web. En wij doen dat in onze rubriek Internet. Maar eerst iets anders, want vorige week ging in Amsterdam het American voetbalseizoen van start. Maar voor de cheerleaders, dus dat zijn die prachtige vrouwen die erbij dansen, begint het seizoen al in de winter en ik zocht er toen op om te kijken hoe ze zich voorbereiden voor zo'n seizoen American voetbal. Vorig jaar behaalden de Amsterdam Admirals in de World League al groot succes. Ze wonnen op 1 na alle wedstrijden. Voor het Nederlandse begrippen was het publiek razend enthousiast. Zeker als de cheerleaders op het veld verschijnen, zijn de fans bijna niet meer te houden. De taken van de cheerleaders worden dit seizoen nog serieuzer genomen. Vanuit de States is een professionele cheerleader overgekomen om de Amsterdamse dames een Amerikaanse uitstraling te geven. What's the role of the cheerleaders according to you on the field? On the field. On game day, the cheerleaders are there to be a form of entertainment on the football field. Of course, they are the entertainment during the timeouts and the breaks during the game. They're there to motivate the crowd and to support the team. Is it difficult for the Dutch girls to accept the American mentality, the American way of teaching them the routines? No, they've adjusted very, very well. Ik vond het aan het begin een beetje schrikwekkend. Ik was het niet zo gewend van doe dit, doe dat. Of, ja, en aan het begin had ik er best wel moeite mee, maar het is even wennen. En ze bedoelen het niet zo. Het is, wij zijn het niet zo gewend. Wij zijn best wel, ja, veel zachter en vaak vragen alsjeblieft en bij Amerikaanse mentaliteit is gewoon niet zeuren, doen en ja, het helpt beter. Waar moet je aan voldoen als cheerleader? Je moet heel erg veel wilskracht hebben, want het is behoorlijk zwaar. Je moet kunnen dansen, goed kunnen bewegen. Een beetje goed uitzien, dan let er zo ook op, maar meer op je dansstijl. A good cheerleader is not always the best dancer. A good cheerleader is one that always has a smile on her face and is very positive and likes to work with a group and enjoys performing in front of a crowd. The cheerleader that can get the crowd on their feet and can get them cheering for the team and motivate other people is a good cheerleader. Wist je wat het inhield, cheerleader zijn? Nee, helemaal niet. Ja, je ziet het wel op televisie en zo. En dan had ik altijd wel zoiets van, nou, dat is best wel leuk. Maar het is nog leuker dan ik dacht. Wat is er dan zo leuk aan? Nou, ik ben gek op dansen. En het is echt gewoon 3 keer in de week dansen. En dat is echt wat ik zo leuk vind. What's your age? I am 21. And now you're in charge of about 22 girls. Isn't that really difficult? No, I think I'm a mature 21-year-old. You are? Yes. I don't know very many 21-year-olds that would just pack up in 2 weeks and move to Amsterdam to take on the responsibility of 22 cheerleaders and do this for the first time in her life. And heb ik een beetje contact met het team?
Met de meisjes op zich? Nee, met het American voetbalteam. Nee. Met de boys? Nee. Nou, we hebben de twee in de studio gehad. Nee. Ik zou bijna jaloers op je worden. Cheerleaders are not to date with players. Why not dating the players? We think that maybe they'd get in it for the wrong reasons. All these girls that are cheerleaders are here to dance, are here to perform, are here just because they love the sport of dancing. And that's why they're here. They're not here to meet men and to date football players. Is het ook heel, het is een eer. Het is net zoals je hier zou zeggen, je mag dansen voor het Nederlands elftal. Dan komen er ook opeens duizenden meisjes overal vandaan. En het is in Amerika hetzelfde met cheerleaden. En daarom denk ik dat het niveau ook zo hoog is daar. Ik denk dat we kunnen goed worden, maar